3 voetbalwereldrecords die waarschijnlijk nooit meer verbroken gaan worden, deel 2. Op nummer 1 staat de snelste rode kaart ooit. Deze speler wist namelijk binnen 3 seconden een rode kaart te krijgen. 3 seconden! Dan ben je erin en je mag er weer uit. Oh, dat is echt heel shit. Op nummer 2 hebben we de snelste goal ooit staan als een invaller. Dit is namelijk een Nicolas Bendtner die wist te scoren binnen 1,8 seconden. De tijd gaat lopen op het moment dat de corner is genomen en meteen een goal. Hoe lekker inval is dat? En op nummer 3 hebben we de snelste hattrick ooit staan en ook de snelste 5 goals ooit. Namelijk Lewandowski wist een hattrick te maken in 3 minuten en 22 seconden. Vervolgens had hij daarna nog 6 minuten nodig om de 2 goals daarna te maken. Ja, Lewandowski, echt een legend. Snelste 5 goals ooit. Ik denk dat niemand dat meer ooit gaat verbreken.